Oké, jullie zien hier een differentiaalvorm. Een differentiaalvorm, dat was bijna niets nieuws. Dat leek heel erg op een functie, maar er was iets qua notatie aan de hand. Je hebt hier een functie keer dx plus een functie keer dy. En differentiaalvormen die geven samen een soort framework waarin je allerlei bestaande theorieën uit de natuurkunde kan formuleren. Met name als je veel moet differentiëren en integreren is het wel handig. Ik wil iets vertellen over exacte differentiaalvormen in deze clip. En het zal blijken dat de differentiaalvorm waar jullie al een tijdje tegenaan zitten te kijken, inderdaad exact is. Nou, wat betekent het dat een differentiaalvorm exact is? Dat betekent dat die van een functie komt. Dus er is een of andere functie, h, van twee variabelen, x en y. En daar kan ik die operator d op loslaten om er een differentiaalvorm van te maken. En hoe doe ik dat? Dat betekent dat ik h naar x afleid. En dat is de term die voor dx komt. En h naar y afleid. En dat is de term die voor dy komt. En als een differentiaalvorm als deze exact is, dan bestaat er dus zo'n h. En het bestaan daarvan, dat komt er dus eigenlijk overeen met dat ik een oplossing vind voor twee vergelijkingen. Namelijk dh dx. Die moet gelijk staan aan x kwadraat min y kwadraat. En dh dy moet gelijk zijn aan min 2x y. En we gaan geen technieken bespreken waarop je zo'n stelsel van differentiaal vergelijking kan oplossen. We gaan het hier gewoon maar eens eventjes een beetje proberen. En we zien hier dat differentiëren naar x deze term hier moet opleveren. Dus ik krijg wel het idee dat h in ieder geval een x tot de derde moet bevatten. Met een 1 derde daarvoor. Dus 1 derde x tot de derde. Dan hebben we hiervoor gezorgd. Dan zitten we nog met die min y kwadraat. En eigenlijk de meest naïeve poging is dat je die gewoon met een x vermenigvuldigt. Dus min x y kwadraat. Want dan weet je, als je differentieert naar x, hou je min y kwadraat over. En dus dat is de meest naïeve manier om die bovenste op te lossen. Kan eventueel nog een constante bij of een veelvoud van y. Maar we gaan eerst maar eens kijken of die nu toevallig al voldoet aan die onderste differentiaalvergelijking. En ik denk dat we geluk hebben, want inderdaad, als ik dit differentieer naar y, dan valt deze term hier weg. En bij deze haal ik de 2 ervoor en dan hou ik min 2xy over. Dus inderdaad, de h bestaat en daar staat hij. In het algemeen kan het wat lastiger zijn om zo'n stelsel op te lossen. En hoeft dat gelukkig ook helemaal niet. Er is een heel bijzondere eigenschap van exacte differentiaalvormen. En die zal ik eerst even illustreren aan de hand van wat je hier ziet. Want hier staat een afgeleide van h naar x en daar staat een afgeleide van h naar y. Nou weten we dat als je h eerst afleidt naar x en dan naar y, dat daar hetzelfde uitkomt als dat je h eerst afleidt naar y en dan naar x. Dat betekent dus dat als een differentiaalvorm exact is, dan is het dus van deze vorm. Als ik dan dit ding afleid naar y, moet er hetzelfde uitkomen als ik dit ding afleid naar x. Nou, laten we maar eens even checken of dat klopt. Ik pak de dy van x kwadraat min y kwadraat. En dat is 2x. Min 2y. En ik pak de ddx van dat ding daar. En dan gebeurt er uiteraard wat we hopen. Hier komt ook min 2y uit. Dus gelijk aan elkaar. Maar heel in het algemeen hoeven we, als je functies op het vlak bekijkt, dus niet op zoek naar zo'n h, maar kunnen we gewoon kunnen we gewoon checken dat als je dit f noemt en dit ding hier g, dat df d y gelijk is aan dg dx. En dan weten we dat die exact is. Dus onthoud dat.